Weet je nog, die lijpe Asurabos die we tegenkwamen in de vorige aflevering? Nu is het tijd om die flink aan te gaan pakken. Ik pak mijn pingwing erbij. En we gaan naar die locatie toe. Hopelijk kunnen we hem slayen. Ik weet ook niet of ik iets van een HP-potion nodig heb ofzo. Ik ben echt heel benieuwd of wij dit aankunnen. En anders is de pingwing neer. Het is wat het is, jongens. Het is wat het is. Wacht, misschien kan ik beter gewoon even een dino trekken in mijn pingwing doen. En dan teleporten. Ja, lijkt me beter. Pak deze even. Daar boven op de ijsformatie staat, als het goed is, de Big Boy Gorilla Boss van de Prometheus mod. En wij gaan die slayen. Jong. Slayen. Is hij nou weg? Oh mijn god, hij is weg. Kut leven. Dan gaan we een andere boss slayen. En hier hebben we er eentje. Wild Male Skarnor. Ding of the Nightmare. 134 miljoen HP. Nou nee, dat gaan we niet doen. Nee. Je hebt nog een Glacial Giga. Hey, muziek. Je hebt hem niet ruwen, hè? Oh, wel ziek man, die muziek erbij. Ja, oké, maar dit is een boss van de Pugnacia mod. Die gaan wij niet killen, mensen. Te moeilijk. Daar heb je er eentje. Ah, dat is ook een Pugnacia boss, als die Plant X species. Hey, maar goed om te zien dat die dingen nou de span op de map. Want ik had die ancient boss dingen er neergezet. Oh, even serieus, ik weet niet of ik deze aan kan, maar... Ik wil het proberen. 43 miljoen, ik denk dat we beter eens die prom kunnen killen, denk ik. Wat de muziek, ouwe! Lijpe shit! Ik weet dat er in de Redwood ook nog eentje is van de Prometheus. Als die niet gedespawned is tenminste. Want dat is wel in één keer random weggegaan, dat vind ik wel jammer. Maar goed. It is what it is, mensen. It is what it is. Hier ergens zou die moeten zijn, volgens mij. Want hier had ik dus ook mijn Piotr laten staan. En Piotr was in één keer weggelopen van huis. En toen stond hij hier. Nein. Deze is ook weg. Nee, mijn hele video-idee loopt in de saus. Ah, scheisse. Hey, maar in de tussentijd... Kom op jongens, like even met je linker grote teen deze video. En als dat jou lukt, dan ben je echt een topgozer. En als je niet zo lenig bent, dan moet je gewoon je vinger gebruiken, ja. Dat is ook oké. Alles is goed. Ja, moet ik nou echt deze gaan proberen dan? Zullen we het gewoon doen? Ja, eigenlijk wil ik dat helemaal niet doen, want dat is wel iets wat ik samen met Rudy wil doen. Maar ik wil eigenlijk een Prombos gaan verslaan, maar de Prombos is er niet. Ik doe gewoon één damage check, kijk wat het doet. Oh, ik doe 1,1 miljoen damage, ouwe. Ik ben cocooned! Ik ben cocooned! Ah, yikes. Griffin. Oh mijn god, dat ding is helemaal kapot nou. Freedom Flyer, kom. Oh my god. Kom mee! Griffin! Ja, heel goed. Oké, let's get it mensen. Ik kan er wel aan. Ik ga het gaan doen mensen. We gaan proberen met de pingwing deze Plant X boss te killen. Sorry mensen, ik kwam hem tegen en hij heeft helemaal niet zoveel HP. Dus ik moet wel. Ik moet wel. Pakken we onze pingwing en als pingwing dood gaat, gaat pingwing dood. Dan kunnen we niks doen. Pongwong, let's get it. Attack! With sharpened steel! Bam, bam. Want volgens mij moet je deze boss ook farmen voor de loot of zo. Ik weet niet. Hij is ook maar level 28, dat is heel gunstig. Kijk hem smelten! Kijk hem smelten dan! Nou ja! Wat een gameplay dit, mensen! Insane! Dan ben ik wel heel benieuwd wat voor loot ik daar kan krijgen. Drops volcanic chest piece and amazing crop load with special seeds. Will split tons of projectiles, dodge them to stay alive. Wow, gek, wat ziek. Ik zit hem echt neer te blaffen hier, jongen. Echt Pippa en de gang, zie. Met mijn klak aan de blak en de pap, pap, pap. Epische bossfight. Je weet zelf, epische bossfight, je weet zelf. Even een flinke infinite ammo, die pingwing. Waarom zijn die bossen zo zwak? Moet ook al die proombossen gaan doen. Ik ben ook heel benieuwd naar die proombossen. Want dan moeten we eigenlijk ook wel meer proomdino's gaan temmen. Want die zijn meer gebalanceerd met de proommod zelf. Want deze pingwing, ik weet, die is niet kapot te vliegen. Die is niet kapot te vliegen. 43 miljoen damage, zomaar eraf gesmolten. Hoppa. En lekker muziekje erbij. Epic boss battle muziek.
Bam, 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 bam. Schiet er dan. Schiet. Schiet meer. Schiet alsof je leven ervan afhangt. En je kan alles tegelijk doen. Je kan pikken en schieten tegelijk. Let's get it. Hey. The female. Kiriams. Little plant friend. Oh, ik ben bijna dood trouwens. Kut, ik ben bijna dood. Nee. Kill hem snel voordat ik dood ga. Oké, hij is dood. Oké, hier krijg je alle tech engrams van. Alright, wat heb ik nog meer allemaal gekregen? Ligt er een tasje? Ligt een tasje. Oh my god, we hebben gewoon een boss gekillt, chat. Chat, jezus, ik ben geen fucking streamer nou. Volg me op Twitch. Ik ben vaak live. Daarom haal ik dit allemaal lekker door elkaar heen. Ik heb 3 candy, welke heb je maar candy? Oh, wow. Primitive T2 Mega Fitica Saddle, equipable. Nog een keer. Je hebt hier allemaal zaad. En een kroplot. Dit is die Kiriams kroplot. Oké. Okay. Kirium Seed. Ja. En 250 element. Dat is heel ziek. En dan heb ik hier ook een chest piece die niet kapot kan, mensen. Oh, dat is misschien nog wel het belangrijkste van allemaal. Ik ga nu meteen mijn skin eraf halen. Die gaat weg. Ik drop je op de grond. Skin daarop. En takken. We hebben hem. Een chest piece die niet kapot kan. Nog meer snoep. Wacht. Wat kun je met al die candy? Happy Halloween. Ja, maar... Wat kan ik er nou mee? Hé, hey, ja, nog een bos. Hé, hier zitten alle bossen, man. Oh, dit is een spinebreaker. Dat is... Oh, nee, die ga ik niet. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Wegwezen. Oké, ik... ja, dus leuk. Bos gekillt. Helaas niet meer Rudy gedaan, maar... Ik zag hem staan, ik moest wel. Hij had zo weinig HP, laag level. Ik kon hem niet laten liggen, mensen. Sorry. Hebben jullie al geabonneerd? Nee, 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 nee. Ik zit onder de map, Ik zit onder de map. Nee! Nee! Wat? Nee! Wow! Wat ben ik? Nou ga ik eens kijken, hè. Ik heb dus al die dingen gekregen. Hier een Primitive T2 Mega Fitica Saddle. You may be thinking, why is King Kong so angry? Maybe he hasn't tried on this wonderful saddle that provides way more protection. Oké, okay, ja, maar wie is King Kong dan? Oh, wow, ik kan deze... Nou, craften. Ja, ik kan deze craften. Ah. When placed inside of your dino's inventory in the trophy slot, it will give your dino a health dragon aura that provides 10% of their max HP every 3 seconds. Oh, dat is heel ziek. Oh, elk ding heeft een eigen aura en zo wat ze kunnen doen. Wat ziek. Little plant sacrifice, is dat deze? Oké, ik ga even mijn zaad in de kroplots doen. Zaad in de kroplots, mensen. Ik heb een special kroplot. Kunnen we alles in doen. Wat nou als ik hier even die special kroplot erbij jank? Zet ik hem hier tussen. Ik zal hem gewoon even hier neerboeien. Oh, yo, die is helemaal corrupted, joh. What the fuck? Wat ziek. Zet er gewoon special poep in. Unicorn poep. Nice. Die hebben we trouwens ook gewoon, toch? Die erin. Kunnen we alles erin doen? Nee. Nee, maar dat wil ik helemaal niet. Nee, 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 nee. Kan ik nou... Kan ik dit oppakken of zo? Nee, ik moet even niet die plant exceed hebben. Nee, nee, nee. Dat is niet de bedoeling. Ik moet even iets anders hebben. Kijken wat het doet. Wat hebben we nog meer? Pugnesia en Narcoberry hebben we dus. Ijsseed. Ik weet niet wat nog meer speciaal is. Rock Carrot. Ja, ik denk dat we gewoon voor de... Oh, use an Ascension Portal. Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, die moet ik in de Ascension Portal gebruiken. En hier moet ik dan toch maar gewoon even een seed van uitkiezen. Ja, dan ga ik toch gewoon voor de Narcoberry, denk ik. Hè. Of plant ei. En dan hebben we niks aan in deze wereld. Ja, we gaan gewoon voor de Narcoberry. Ik denk wel dat hij gewoon veel creëert dan of zo. Ja, ziek. Ik doe even alle andere zaad in de koelkast. Wat we hebben verdiend net. Jo, erin, 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 erin. En erin, 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 erin. Zo, die erin. Zo, zo, zo. Lekker, 250 element rijker, dat is echt super ziek. Wat dan ook heel ziek is om te maken eigenlijk zijn... van die transmitters. Kan ik die al maken? Transmitter, ik heb die engram nog niet volgens mij, of wel? Ik heb die engram wel. Element. Ook alle element poelen. Hebben we geen element? We hebben geen element, kerel. Transmitter, we hebben genoeg element in ieder geval. Zullen we 4 maken? We hebben er 3! We hebben alleen nog metal ingots nodig, een paar. Oh, die moeten we toch wel hebben ergens, of niet dan? Kerel, een paar metal ingots, is dat het serieus? Ja, ik... ja. Kan ik niet even iets demolishen of zo? Oh, hier. Hoezo? Fuck, ik heb er keiveel. Oh, dat is geen S+, natuurlijk, die forge. Logisch. Transmitter, nog... Nee, hoezo zijn we metal ingots tekort?
Oh, wacht. Ik heb ook gewoon tekort. Of niet dan? Hij poelt wel vanuit het ding, denk ik. Ik moet nog 700 hebben, wacht. Helemaal naar dit. Is ook nog allemaal zooien natuurlijk. 50 moeten we even snel hakken nog. Hé. Hey. Nee. Heb jij metal ingots in je inventory toevallig? Nou. Ik moet er 60 hebben. Ingots of raw metal? Ja, of 120 raw. Kan ook. Ik heb 60 raw. Kak. Ik kan wel even hakken, joh. Goed. Raw metal erin. Hebben we nog gasoline? We hebben automatische gasoline als het goed is. Oh, huh? Waarom hebben we zo weinig? Turn-on, gek. Lekker bak en braai. Iets doet gasoline poepen hier. Zit dat dan in de item collector eventueel? Nee, huh? Waar is onze gasoline dodo dan? Apart. Dat weet ik ook niet. Hé, hey, moet eens kijken, hè? Hé, hey, waar ga je heen? wat ben je aan het doen, joh? Huh? Ik heb een nieuwe dino. Ja, ik zie het. Die hadden we al, Rudy. Dit is al. Ja, Piotr. Poëter. Oh, nee. Ja, Poëter. Ja. Die, dat was hem. Maar ik weet niet waar die is, Poëter. Had jij die metal? Ja, je kan letterlijk hierboven op de berg metal farmen. Oh, nice. Ik heb... olie. Dan hebben we 4 transmitters. Oh, trouwens, ik heb dino's ontdekt, gast. Ik heb die nieuwe Andrew Sar ontdekt, dat varken. Oh, meen je? Ziek. Ik heb nog Ancient T-Rex gekillt, Ancient Turkey. Ik heb echt de eerste Primeval Pugnacia bos gezien, de broedmoeder. Ja. Ik heb een mega schorpioenbos gezien van Pugnacia, volgens mij. Die heb ik ook gezien. Alles, echt heel veel goede dingen. Rudy. Spannend gek genoeg linksonder op dat eiland. Ik heb net één bos gekillt. Oh no, dat is... Ik zag hem staan en hij was een heel laag level. En hij had heel weinig HP, dus ik dacht, ik moet hem. Ik heb wel 2 palm broedmoeders gekillt. Rudy! Ja, maar dat is geen bos, hè. Dat is gewoon... Ja, dat was ook maar gewoon een plantgast die gewoon een beetje... Oh, heb jij die gekillt op die swamp? Ja, die ja. Ja, ik zag hem echt van een kilometer afstand op een of andere manier met mijn spyglass. Toen ben ik er later naartoe gegaan, was hij weg. Ik dacht, oh, super. Ja, maar daar heb ik ook dit van gekregen. Een chess piece. Echt? Die niet kapot kan, gast. Oh, sick. Dankjewel. Nee. Ja, ik. Nou ja, daar kreeg ik dus ook veel element voor. En als we die een paar van die kunnen killen, dan kunnen we ook heel makkelijk die farm maken. Maar ik dacht dat we misschien eerst even beter die transmitters konden maken. Oké, waar gaan we die dingen neerzetten? Heb je nog voorkeur voor een plek? Heb je nog een... Oh, ja. Oké, man. Cloud9, kijk hem. Lekker man, ziek. Doe even Sonic Dashen dan. Oh wacht, dat kan ik. Ja. Sonic Dash. Ja. Hey. Sneller. Waar zullen we de transmitters plaatsen? Oh ja, we kunnen hem even in de artifact room zetten hier beneden. Kan. Oh. Moeten we elke keer daar naartoe, maar het is wel leuk. Het is wel leuk. Ja, als de stroom dat bereikt, dan kunnen we dat doen. Dat ziet er wel vet uit hoor, zo'n donker. Ja, we hebben alleen nog niet te veel artifacts. Ja, hebben we serieus pas 4? Ja, 4 verschillende volgens mij. What the fuck, dat is... We missen er echt best veel. What the fuck? Ik heb trouwens ook een zieke Ascendant Compound Bow. Ja, die zijn wel, hè? Ja, die hebben we. Zo. Kijk, ziek. Ja, dat staat wel goed, denk ik. Daar heb ik die dikke beams omhoog hier. Takka! Ja, dat is de good shit. Ja, misschien moeten we dus wel nog even een nieuwe generator hebben. Ik heb hem al vaker gezien. Ik heb hem ook al veel vaker gekillt. Ja, hij... Bereikt hij het of niet? Als het goed is, easy. Oh, even kijken. Maar ik heb hem aan moeten zetten, hoor. Ah, oké, ja. Ja, lekker man. Goeie. En als het goed is, kunnen we nou alle dino's gaan scannen? Ook met de locatie waar ze dus zitten. Aberrant, heb je Ancient Rex kunnen. Kijk hoeveel Ancient Rexen. Ancient Turkish heb je niet zoveel. Maar hoe doe je dat nou als iets spant in een andere dimensie dus, in de Valheim, in die ijswereld, in die andere, weet je wel. Hoe doe je dat dan? Dat is ook wel een leuke. Maar, Fjordhagel, tegen veel. Jenadons, nou, zijn er nog leuke dino's? Mr. Fister de Destroyer. Twister Sister. Ja, oké, if you know, you know. Prom Alpha Raptor, ja, Prom dingen zijn ook op zoveel hoger level nog, jongen. Ja, maar ziek, hier kunnen we dus gewoon één gaan kijken. Daar heb je al een Thorn Devil boss, die spannen er keiveel. Hoe zou ik niks kunnen vinden dan? Ah joh, niks, een product, niet eens een boss gekillt. Maar goed,
We hebben wel progressie gemaakt en daar gaat het om. Deze zieke transmitters en we hebben de eerste Pugnesia boss gekillt voor de dikke loot. En de blijste waar ik mee ben is dit armor piece. Dit is gewoon heel chill, want dan kan die niet meer kapot. Dan blijf ik altijd mijn skinnetje aanhouden. Hey, thanks voor kijken iedereen. Vergeet niet te abonneren en heb je al geliked. Want dat zou heel fijn zijn. Ja.